Zo, gaan we het even goed ontmaagden met de 360. Mama. Wat ga jij doen, John? Weet ik niet. Zwemmen noemen ze dit. Verlaat nieuwsjaar duiken. En het is koud, jongen. Yo, yo, kijkers. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van wie? Van Timonie. Yes. Ja, kijkers, we zijn vandaag met Jopie. Goedemorgen. En Jopie die al het niet kon laten om te beginnen. Goedemorgen. Ja, ja. Maar, we zijn er weer, hè. Wat doen we altijd van tevoren als we gaan gooien? Het water ontmaagden. Zullen we dat vandaag met de 360 gaan doen? Ja, wat lijkt me ook. Kijkers, jullie vragen jullie natuurlijk af, wat is de 360? Ja, dat is iets wat jullie thuis zeker niet na moeten gaan doen. Dit is de 360. De 360. 12 Romeinse kaarsen van 30 balletjes aan elkaar. En ja, we gaan daar het water flink mee ontmaagden. Let's go. Die we ooit hebben gedaan. Kijk, Chris of niet. Doe alvast een duim omhoog. Habba, rammen. Zo, volgens mij doet hij het nog oké. Okay. Kijk eens, gek sportstuurtje eraan. Ga je rondje rijden, man. Laten we even kijken of we de bijl mee kunnen gaan. Mountainbike. Oh, een roesbar hoor, joh. Ja, zonde, hè? Kijk eens. Heb je betere tijden gezien? Ja. Helaas is het geen opknappertje. Vergaande glorie. Vergaande glorie. Abba. Ja, vrouw Dijzenboer. Ja. Lekker, man. Ja hoor, Kloezoe. Lekker, boys. Rammen. Wat zit er voor rare hoeken dan? Ja, dat is een kluis, hè? Ja. 100.000%. Kijk, we moeten denk even naar die bondon. Ja, naar mij toe. Ja. Kom maar naar mij, jongens, met de kluis. Joop. Oh, hij is goed zwaar. Oh, hij is er, Volgens mij is hij dicht, jongens. Dicht de kluis. Maak me nou niet gek. Ik draai helemaal door, hè. Joop, heb ik klaar? Oh, dus ik aan jou maar zeker. Bloed en dooiet. Ja, het gaat nou goed, jongens, want een oogvondst. En niet zomaar een oogvondst. 2-3 oogvondsten. Oude telefoonkaarten. Oh nee. Wel oude telefoonkaarten. Maar met van 5 euro. Ja. Voilà. Zo dan. Lekker man, boys. Ja, goed, dat slijpen voor je hier op die deur, hè? Ja, ik heb de voorkant gegeven. Maar mag alleen lopen hoor, dat kunnen we gelijk zien. Dit is wel mooi hoor. Brandkastenfabriek. Van der Hoven en zo. Ja, dat is waarschijnlijk. Buiten kantooruren, die heb van een boekentoor staan. Nee joh, dat hoeft niet. Dat kan gewoon die kluis zijn, dat bedrijf wat de kluis heeft uitgeleverd. Kijk eens, Weet even voor op zijn verhaal. Yes. Ik zie wel doekjes drijven. Nee! Ja, dat denk ik wel. Ik kom er ook bij, jongens, op het betonnetje. Gaan we zinken, denk ik ook. Kunnen we niet op de kant trekken? Nee joh, we gaan niet zinken. Nee joh, we maken hier op. Hier doen we even op. Zo, daar hebben ze flink. Ja, het is al wel leeg zijn, man. Dat is wel. Even die magneten erover eerst. Zo, moet je kijken ook, joh. Een soort anti-diefstalkluis. Wat is dat dan? Ah, kijk, dat is om
dingen in te douwen, weet je niet? Ja, stortkluis. Een afroom, ja. Oh, ja, zijkant trekken. Goede kluis geweest dan hoor. Als het een afroom kluisje was. Ja, iets verder. Ja, ik ben even stiekem benieuwd, joh. Ja, van het water eruit. Dat is niet, toch? 1, 2. Die zou zo meteen de armbanden wegspoelen. Nee, dat ga je niet meemaken. Misschien is er alleen een envelopje. Goud is 19 keer zwaarder dan water, hè? Die hebben ze wel de best voor gedaan, dat weet ik wel. Nou, graaien. Ja, ik doe mijn fimmel zo. Eén keer, 1, 2. Wow! Dat zijn de borgpennen, daar hebben we niks aan. Lekker op je ook tussen schoen. Hallo. Dat is denk ik die zooi die in die kluis zit, man. Die anti-vertragingstroep. Dat is een golf, hè? Ja, je hoort wel wat. Ja, munt! 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 Ja, 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 ja. Hey, kijk eens, eurotje. Ja. Eurotje. Haba. Die hebben ze laten zitten. Kijk. Kijk eens, Jopie gaat gelijk graven. Kijk. Huh? Huh? Dat is van de drinkbeker. Ah, dan hebben ze misschien even wat gedronken hier, hoor. Kijk, ze hebben de koffie meegenomen. Nou, dat was het denk ik eigenlijk al, jongens. Ja, toch een euro. Dat is met inhoud. Kijk eens. Ja hoor. Dat bedoel ik. Even goed kijken. Een eurotje. Papa. Even goed kijken. Ja, zeker. Tot deze kant. Ik ga hem erin kijken. Nee. Het is jammer, jongens. Hè? Maar goed. We zijn op de goede weg. Nee, niks losa. Oude content schieters. Dat is Kloezoe 2, maat. Even kijken. Waar zijn we? Kloezoe nummer 2. Auw. Die trek je er makkelijk uit. Ik hoop voor jullie dat hij dicht zit. Zo'n jas. Ja. Oh, dat is een gat, man. Oh, zo, zo, maar jongens. Maar ze zijn er niet in geweest, hoor. Ja. Ja, je weet het niet. Dan zitten de spullen in, want ze hebben hem dichtgeslagen, jongens. Ja. Ik door. Nee, ja, wacht maar. Even het water eruit. Dat mag mee, dit allemaal vast. Ja. Een ponton. Je trekt het in ons weg. Deze is ook nieuw hoor. Er zijn twee vijfcent kluisjes. Ik ben er ook wel voor. Oh, zo. Ja. Die is vol. Blackbox. Nee. Oh. Black by lips. Blackbox, ja. Hoe gaan we dit hem open krijgen, jongens? Ja. Maar kijk dan, inderdaad. Ze hebben hem dus open geslepen en daarna weer dicht gedaan, dit. Ja, dat is het mooiste. Als er nog wat in zit. Dan kan er niks uitvallen ook. Even horen hoor, jongens. Ja, man! Zo! We hebben 100.000% dat er wat in zit. Lekker, man, boys. Haba. Gaan we nou, ben ik blij dat ik met jullie mee mocht vandaag. Ik ga hem intrappen, man. Zo. Kijk of dat gaat. Natuurlijk gaat dat. Kijk eens even. Er zit een sleutel, zie ik. Ja man, ik zie hem al in mijn bed zitten. Even kijken hoor. 1, 2. Ah. Ja, dat zullen we zien. Ja man. Zit er nou weer een dubbele kluis in? Kijk eens, sleuteltjes. Kijk eens, sleutels. Sieradelmappie. Doekie. Ja, dat is een doekie. Dat zijn er mensen, een doppie. Allemaal sleutels, man. Ja, dat meen je niet. Ja. Je weet het niet. Ja man, sleutel. Het zou wel kikker zijn als je sleutel van die kluis erin zit. Ja. Ik heb er thuis wel een paar leren. Is die dubbele bodem zeker dat? Ja. Oh, misschien hebben we die plaat wat meer. Oh, daar gaat ie. Hij moet lekker naar boven. Ja, hij moet echt inderdaad eigenlijk naar boven. Ja. Ik kan niet zien of hier nog wat achter zit. We kunnen even een beetje rammelen. Om het misschien zelf nog horen. Maar. Misschien even opzij. Ja, zo.
laten vallen. Nee, dit was het denk ik. Oh, mooi. Wel een mooi sleuteltje. Van een Porsche, maat. Ik kan er net niet in kijken. Van een Porsche? Ja, man. Serieus? Ja, man. Ja, man. Je hebt gelijk. Zag jij jou aan? Nou, ik denk nou, een apart ding, maar hij lijkt wel. Hij is gewoon van plastic, kijk. Hier. Jawel, hier is gewoon zo'n plastic sleutel. Gewoon nog één keer opzij daar? Oh, ja, dat is goed. Dat dan. Gewoon een plastic sleutel, kijk eens. Een plastic Porsche sleutel. Ah, staat erin. Ah. Nee, Joop, het is. Wat is dan? Ah, gewoon een kluis met de inhoud. Dat is de tweede. Dat is toch. Teken dat je op goede stekken aan het vissen bent. Kijk, daar komt de dubbele bodem. Ah, die gaan we er niet uit krijgen, Joop. Nou, dat kun je misschien wel even kijken. Laat verder doen, ja. Ik heb het wel eens gehad hoor, dat er nog twee gouden ringen zo tussen die rand van die kluis zaten. Oké. Okay. Nee man. Nou, dit is uitspeeld. Maar goed, het feit dat er Porsche-sleutels in zitten, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja, man. Bij deze waren ze ons te slim af. Helaas. Voor de zomer weer. Even, ik dacht een super dikke telefoon. Ja, er staat hier iemand op de achtergrond slijpen daar zo. Dus die komt er wat tussendoor, maar een weegschaaltje, een drugs, ja, of een diamanten, of een goud, of een sieraden weegschaaltje. Maar ik denk dat deze voor drugs is gebruikt. Ja, wel een groot hoor. Het is geen zakformaatje, jongens. Ja, het is de, oh, het is ook een, het is een Tanta model 1479V. Leuk model, ja. Gaat tot 120 gram. Abba? Ja, die mag er wezen. Yes. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de knapste magneetvisser van het land? Laat het even weten in de reacties. Maar hebben jullie nou ook een idee van wat voor auto dit is geweest? Laat het dan ook even weten in de reacties. Plus, ik heb gelijk een challenge voor jullie. En ja, ik ben bang dat niet iedereen van die challenge gaat nakomen. Maar durf jij met mij aan te gaan? Ga hem dan nu met mij aan en like deze video binnen 2 seconden. Is het je gelukt? Dan heb je de challenge gehaald. Yes. Een ja, autospiegel. Zijspiegel. Stut. Oh. Nou. Oh ja, er is wat moois uit. Ja, het is weer armoe best, met je vandaag. Je, jij sloopt bij jij de spek open vandaag, joh. Jij hebt al 2 kluizen staan rapen. Ja, dat is waar. We doen even een live gootje. Live go. Ja, er zijn altijd mensen die geluk hebben als ze gaan mag leegvissen. Ja, normaal ik ook, maar vandaag is niet echt. Joop van Winnekje mee en gelijk weer kluizen rapen. Is er nou nog wat ingezeten had? Ja, ja, dat is ook wel weer zo. Eurotje? Eurotje, ja. Een hamburgertje. Ik bedoel, mag er niet klaar, hè? Zeker. Ze waren niet allemaal leeg. Sleutels. Paar sleuteltjes. Abba. Nou, jongens. En? Leeg? Ja, het is uitgespeeld hier. Uitgespeeld. Jij nog wat leuks aan? Dit is de eerste video met de externe microfoon. Externe microfoon. Ja, een dagpot, dus, dagboek. Slotje van een dagboek. Ja, ja. Als het goed is, moet deze video goed geluid hebben. Ja, laten we het open, ja. Laten we het open. Dat is wel een mooitje. Dan gaan we nog even een rondje op. Yes. Dan gaan we even een rondje toeren. Dat verdient sowieso een duimpje omhoog. Even kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Mag ik wel niet erheen zakken? Hup, rappie! Hey!
Hoppa! Nog een 360 die hij even tussendoor zag, jullie het? Hebben! Het is een rondje knakworst tussendoor. Even op kracht komen. Er staat echt hartstikke veel wind. Ja, wow, man. Ja, wel voor kracht voor hoe dan geeft de burger. Ja, dat komt goed, hij staat nog aan. Dus. Hoppa. Tyfus lul. Wat is er nou? Ik weet dat dat een rauwe. Oh, ik doe een klein gaatje. Jij bent zo slim. Ik denk, klein, die slaat een vol kapot. Erin? Nee, natuurlijk niet. Een klein gaatje. Ik zeg, jongens, ik heb een lekker vers gekookt eitje, maar die zijn helemaal nog niet gekookt. Nou, weet je hoe je dat nou echt kan testen? Nee. Als die zacht is, dan draait hij zacht. Kijk. Dan draait hij niet. En als die hard is, dan draait hij heel snel. Oké. Okay. Echt erg mooi. Jopie, wat heb jij allemaal net beleefd? Nou, allereerst haal ik die gekke fiets hier net uit dat water. Hey, Sparta! Ja. En jaren nog hierna! Dat is een elektrische fiets geweest, maat. Kijk eens, hier hoort een hele grote accu in of zo. Maar ik denk, ik zet hem hier netjes op de brug neer. Ja, ja, ja. En ik sta hier netjes verder te gooien. Ja. Pak ik deze twee sleuteltjes. Die twee sleuteltjes pakt hier. Deze twee sleuteltjes pak ik. Ja. En ik denk, nou, zal ik dan eens naar die fiets toe lopen? Ja. Kijken of dit de sleutel van die fiets is. Nee, pleur op. Luister, hier gaan we. Nee! Dat is toch ziek of niet? Ja, dat is ziek. Dat is toch ziek of niet? Dat betekent wel fietsen maar in. Ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. Dat had in de zomer moeten gebeuren. Ja, ja, ja. Dit had zeker in de zomer moeten gebeuren. En doet hij het dan nog? Nou ja, zoals je ziet, de ketting legt erop. Oh ja, 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 helaas. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik een fietssleutel pak, in de fiets die op slot zit, gewoon in twee keer. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Super dik hoor. Nog nooit meegemaakt. Heel dik. Yes, een computer! Ja, het kostte me mega veel moeite om hem eruit te halen. Maar het is gelukt, hij is eruit. En toen gebeurde het, kijk eens. Yes! Volop armbandjes in één vondst. Dus dat hebben ze met een of ander plastic zakje hebben ze dat vastgemaakt. Ja, ik ben echt hartstikke blij. Want, waarom ben ik hartstikke blij? Ik zag er wat in staan. Maar eens even kijken. Nou, het is volgens mij allemaal wel een beetje kitsch. Ja, maar wel gaaf om dat te vinden. Als we zometeen die kluis hebben, hoeven we niet bang te wezen dat we naar de auto krijgen. Ja, dat is één ding wat zeker is. En ook goed voor de rug, maat. Abba. Deze speelt nog wel. Nee, die speelt echt niet. Kluis die erop en hup. Kunnen we zo naar de auto als die dicht is? Lekker maat, de auto staat er al. Ja, maar het is niet allemaal 24 karaat plastic. Ja, die fiets is echt bizar. Dat is weer een... Dat gelooft niemand, joh. Nou, ik heb er eentje gezien. Als ik er eentje mag hebben, dan Dat is hoef jij niet te kijken. Okay. Mag ik er een hebben? Even kijken? Nee? Ja, jou, hè. Je mag er een hebben. Dat zag ik. Het goudmerk hierin staan. Het goudmerk hierin staan? Nee, het is allemaal nep. Maar het is wel hartstikke leuk. Ja, ja, dat is wel leuk om te vinden, man. Ik hou het ook gewoon zo, weet je niet. Ja? Schoonmaken. Ja, tuurlijk, met een plastic. Ja? Lijkt als zo'n ding van vroeger die je van de trap af kon. Ja, 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 ja. Of de armband van BA, hè? Van de J-team. Ja. Kan dat? Ja, gaaf man. Ja, als je nog een vriendin had, gooi het weggeven. Ja, nou. Die heb je niet. Kom maar, hebben we niet meer. Wat heb jij nou weer? Nou, je gelooft niet wat dit is. Kijk, toevallig. Heerlijk hoe je dat weer lekker uitlegt, maat. Toevallig heb ik een klein beetje ervaring met deze dingen. Kijk, jullie zullen het misschien wel zien. Een beetje rioolboer. Die weet wat dit is. Oké. Okay. Dit is een koppelstuk. Ja. Die je aan een veerapparaat koppelt. Zo, dat is wel een duur ding. En daar moet een kop op, die roteert in die pijp. Om die verstopping naar de kloten te helpen. Zo. Dus een beetje rioolboer. Die snapt nu wat ik gevonden heb. Ja. Voilà. Leuk. Dus als Simon Stokvis zit te kijken, dan weet hij wat je bedoelt, zeg maar. Ja. Hartstikke leuk. Hoppa. Nee, dat is zeker waar. Goed. De uitleg is ook openbaar. Vogels, ratten eten mee. Allemaal ratten in de boom. Wow. Je zal dit 's avonds tegenkomen, hè? En dat die oogjes allemaal licht geven. Hoi, gordijnrails? Gordijnrails? Of een koeien?
Hey, maar in één keer zijn we super dik gegaan, boys. Ik trok dit te gaaf horloge eruit. Ja, echt te gaaf horloge. Want kijk dit, kijk de achterkant. Ja, dit is toch super dik. Ik doe hem gelijk om, jongens. Nee, maar ik trok er ook een Konings minischakeltje uit, zilver. Dus daar ben ik ook hartstikke blij mee. Maar toen gebeurde het. Jopie? Ja. Oh, kijk eens, hier nog een... Oh, kijk eens. Dat gebeurt gewoon nog eventjes, jongens. Ja, een echt zilvertje. Een Amsterdams paaltje van zilver. Wat dan, hoe gaaf. Hoe kijk is dat dan? Amsterdams paaltje. En een poedel. Kwik-wek en kwak volgens mij. Zo, dat Amsterdamse paaltje is wel echt super dik, ouwe. Een paardje. Zo, heb je het ook even mooi neergelegd, man? Ik heb het ook even een beetje uitgekozen. Jij had Armani, toch? Ja, hier man, kijk. En deze, die ziet goed op. Deze was zilver, hè? Ja. Dat is een dikke te ouwe. Armani, vriend. Een dobbelsteen. Ja, dan kun je als je spelletje mee spelen met je vrouw. Ja, kun je 6 gooien en dan... Als je 6 gooit, dan weet je dat het feest is. Eng. Dat gaat gebeuren. En een belletje. Kattenbelletje, denk ik. Van goud. Zou kunnen, hè? Kopergoud. Messinggoud. Hé, hey, Armani. Armani, vriend. Dikke ouwe. Die is leuk. Ja, die is gaaf. Die is echt gaaf. Is dat geen zilver dan? Ik kan het er niet bespeuren, maar dat wordt even uitgebeuren, denk ik. Ja, man. Hé, hey, die is ook leuk. Ja. Die doe je in het weekend weer op. Ja, die, op. Ja, als Ramon Ramona wordt. Dan doet hij zijn spullen weer om. Ja, lekker man. Nog een slavenarmband. Hoe staat die bent? Hou maar zo'n. Oh ja. Ja, dan kun je mee thuis komen. Nee, dat is wel, ja. Als ik het zo zie, dan ja. Dat is wel gaaf. Dat is wel gaaf. Ja, zeker. Zo, maar die is ook gaaf. Kijk eens, mooie, mooie van de Ursula. Oh ja. Kleine Tally. Nee, het is een computerscherm. Een computerscherm? Ja, man. Oh, zo'n iMac scherm. Ja, man. Oh ja. Super vet, hé. Ik had nog een Kleine Tally eruit. Man. Johnny boy! Ja, wat is? Mama. Wat ga jij doen, John? Weet ik niet. Zwemmen noemen ze dit. Van laat nieuwsjaar duiken. En het is koud, jongen. Wow. Oh, fucking hell. Ah. Zit dat niet vast. Klopt. Hij zit er godverdomme te vast. Kijk, nooit los. Sorry jongens. Kom op. Camera staat uit, je mag schelden, ja? Bedankt lieve kijkers voor alle beterschapswensen. De normale reacties die waren wat schraal. Dus ik ga kijken wat ik uit jullie naam haal. We gaan het gewoon doen. Timothy is eruit. Slang slang. De wetenschapsmensen deden me erg goed. Het gaf me meer power, het gaf me weer moed. Ik was een week verkouden, maar voel me nu weer goed. En dat moeten we zeker zo houden. Jos en Lam is jouw reactie ook gezien. Hopelijk volgende week ben je er weer te zien. En Luna Poppy, je reacties die zijn toppie. Al 23 keer tover je een lachje op mijn koppie. Dat jullie naar me kijken hoe ik met een magneet vis. Wisten jullie al dat abonneren gratis is? Wisten jullie al dat abonneren gratis is? Ik zeg het nog een keer. Wisten jullie al dat abonneren gratis is? Dus reageer op mijn video, dan wordt het weer lit. En zien jullie volgende week wat ik voor jullie spit. En Natasja van Belen wilde haar reactie delen. Ze won een magneet. Nu is ze net als ons een van die velen. En wordt het te heet. Ze vangt nu van alles. Tot de volgende video. Ik zeg tot.